Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag garnalen met Yuxiang saus maken. Garnalen hebben we hier. Dus garnalen zonder kop, maar met jasje. Dus die moeten we nog afhalen zometeen. Maar nu eerst nog verder vertellen wat ik nodig heb. Gember, ui, champignons of shiitake. Ik heb shiitake hier. Rode peper, wortel en nog wassen. Dat was het. En natuurlijk heel belangrijk, Yuxiang saus. Als je wel weet hoe die moet gemaakt worden, moet naar mijn andere video kijken. Nou, nu ga ik even de garnalen pellen. Deze is heel handig, want op de rug heeft die al een sneetje gemaakt. En heeft die donkere lijn. Zwarte lijn, die heeft al weggehaald, dus je hoeft er eigenlijk, als het goed is, nou, hier nog niet, moet ik nog even weghalen. Dus altijd even goed letten, opletten, dat het echt helemaal schoon is. Die ga ik nu nog even onder de kraan doen, even spoelen. Op dat hij de vocht wegneemt. En nu verder met groenten. Rood peper. Korsuitjes. Ja, dat is echt niet eens meer. Dunne plakjes snijden, dat is sneller gaat. Tijd om te koken. Olie. Gember, ui. Peper. Onderkant van een bos ui. Even laten bakken. Ik doe ook gelijk maar die worteltje erbij. Die moet nog even gebakken worden. Maar ja, wat wil je ook rauw eten, dus. Nou, ik heb aan de ene kant groenten, aan de andere kant doe ik de garnalen bij. Beetje peper, ook de garnalen geven. Zo, nu alles door elkaar. En nu doen we de saus erin. De saus is goed van de smaak al, dus verder heb je helemaal niks nodig qua zoutpeper. Roeren totdat je ziet dat er eigenlijk alles bedekt is met saus. En nu hier shiitake in. Zo, even een minuutje laten sudderen in de saus, zodat de garnalen de smaak van de saus opneemt in zichzelf. Groene kant van de bos uit. Top. Rijstlijn nog erbij. Sesamolie. Klaar ben ik. Beetje olie even doen. Dan glimmert de garnalen iets mooier. Garnalen met Yuxiang saus. Ruikt naar vis. Eet smakelijk.
als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.